Indrukwekkende minuut stilte op Sportpark Houtrust ten nagedachtenis aan Johan Cruijff. Scheveningen speelde thuis dit seizoen 12 wedstrijden. Won er 4, speelde er 4 gelijk en verloren er ook 4. En dat te weten dat Rijnsburgse Boys in de topklasse nog nooit won op Sportpark Houtrust. Eerste kans van de wedstrijd is van Santi Hulst. Hij raakt het zijnet. Russo Diagio. Is het Tillema die de bal met zijn hand speelt? En krijgt daar de vrije trap tegen. En een vrije trap op een gevaarlijke plek. En achter de bal Wesley Goeman. Volgend seizoen speler van Rijnsburgse Boys. En Van Nieuwkoop die de bal uit de hoek kan pakken. Lange bal richting Tillema. En is het de Jong die daar Tillema aanraakt. En Tillema die dan ook naar de grond gaat. De scheidsrechter Koekoek heeft gefloten. En de rode kaart gegeven voor Ferry de Jong. Zijn we 10 minuten bezig in deze wedstrijd. En begint Scheveningen sterk, maar moet het nu verder met 10 man. En krijgt er ook nog een strafschop tegen. En daar achter de bal staat Marvin Wijks. En die weet wel raad met dit cadeautje. Hij schiet vanaf 11 meter zijn ploeg op een 1-0 voorsprong. Zijn 5e doelpunt van het seizoen. En kan het hele plan van Scheveningen de prullenbak in. En moet er een nieuw strijdplan gevonden worden. Korendijk. Van de vijven. Een vlug. Een goede combinatie van de Rijnsburgse Boys. Naar Leonard. En van de vijven met een schietkans. Maar deze aanval uit het boekje levert dus geen 6e seizoenstreffer op voor Danny van de Vijver. Riley Ignacio, ook op Sportpark Houtrust. Speelt al weken niet mee. Het is ook nog maar de vraag of hij dit seizoen nog in actie gaat komen voor Rijnsburgse Boys. Hij dus geblesseerd. Tillema. Wordt daar onderuit gewerkt door Samir El Moussaoui. En een vrije trap op een gevaarlijke plek voor Rijnsburgse Boys. Ossevoort. Kort naar Kuipers met een enorme peer. Maar Kuipers ziet zijn schot net naast het doel verdwijnen. Wijks. En Tillema. Naar Leonard. Die kan de bal dan wel koppen. Maar krijgt de bal net niet op het doel van Erwin Friebel. En dus blijft het maar 1-0. Hoekschop van Zwiebe. Weggebokst door Van Nieuwkoop. Goeie bal van Scholten. Zwiebe. De druk van Scheveningen. Blijft de bal dan hangen. Gaat Peters het duel aan met Van Nieuwkoop. Maar de doelman kan de bal uit de lucht plukken. Voordat de aanvallen van Scheveningen gevaarlijk kan worden. Wijks. Zoekt het duel op. Friebel. Komt de bal voor de voeten van Ossevoort. Nog steeds de druk dus van de Rijnsburgse Boys. Koemans. Voor de voeten van Tillema. Ossevoort. Seelen. En is het de vraag of dan de Rijnsburg wat kan doen? Zit Friebel daarnaast? En staat Tillema buitenspel? Komt Scheveningen hier goed weg? Maar is het dan Rijnsburg dat de druk op probeert te voeren? Met die man meer natuurlijk nog steeds. Van de vijver. Ossevoort. En weer van de vijver. Bal naar Seelen. En dan fluit scheidsrechter Koekoek voor het einde van de wedstrijd. En wint Rijnsburg voor het eerst in de topklasse op bezoek bij Scheveningen. Jawel Tillema, jij speelt een cruciale rol in de uiteindelijke beslissing van deze wedstrijd. Kan je eens beschrijven wat er gebeurde? Ja, we waren in de opbouw. En, Nick Kuipers dribbelde in. En hij gaf een perfecte op maat eigenlijk. En, volgens mij was het Ferry de Jong die mij aantikt in het strafschopgebied. Een penalty en rood. Alleen is het pech dat je dan tegen een rode kaart aanloopt en een penalty tegen. Ja, dan wordt het even een heel ander verhaal. Dan kan je heel je tactiek kan je in de prullenbak gooien. En dan moet je de schouders eronder zetten. En dan hopen, wat ik net zeg, dat die bal een keer goed valt. En, het is zonde.